Hey, hopen mensen die haken af in verband met de proceskosten en die hebben daar het geld niet voor. Het zijn natuurlijk kleine ondernemers. Nou, een beetje advocaat betaal je gauw 200, 250 euro per uur. Ja. Dus ja, gaat er maar aan staan. Fer en Ron zijn horecaondernemers rond het gebied aan de Nieuwe Markt in het centrum. Ze zitten er al meer dan 8 jaar, maar hun toekomst is niet zeker. Vastgoedeigenaar Mark Kan verlengt hun huurcontracten niet. En Fer en Ron zijn niet de enige bij wie dit gebeurt. Volgens Mark Kan moet het gebied herontwikkeld worden en passen sommige ondernemingen niet in hun beleid. Nou, Fer, zeg maar, jij zit hier sinds? Nou ja, ik zit hier juni 2010. En Ron met Level in 2006. Ik zit hier met twee horecazaken, goedlopende horecazaken in een opkomend stukje Rotterdam. De pandeigenaar is op een dringende manier probeert hij de huur dan op te zeggen, in mijn geval. En ik weet ook van nog meerdere zaken in dit gebied. Ja, het verhaal is wat hij zegt, is verdringend eigen gebruik. Wat ik zo een beetje van de mensen al die dus al verdwenen zijn uit zijn panden, zeg maar, om het zo te noemen. Ja, hij gebruikt het zelf niet. Hij verhuurt het gewoon door en door de huur te verdubbelen. Wat is het verhaal hierachter precies dan? Dit is nou overgenomen door Mark Kan. Je hebt eerst iemand laten betalen en daarna voor een appel en ei die ruimte weer overgenomen. En die heeft het nou via knoek en verbaas in de etalage gegooid, letterlijk en figuurlijk. Ja, het idee is dat hij dit weer wil verhuren voor de hoofdprijs. Maar ja, hij stond hier te boek van dit, zo hoort het, zo moet je horeca ondernemen. Ja. Nou, je ziet het. Nou, ze worden niet weggejaagd. Wat er feitelijk gebeurt, is dat er wordt een procedure natuurlijk tegen gevoerd. En dat heeft best wel wat jaren met zich, brengt dat namelijk. Want je bent ongeveer 2 tot 3 jaar ben je wel aan het procederen tegen een huurder op het moment dat je een opzegging doet. Maar wat er feitelijk gebeurt is dat de huurperiode wordt geëerbiedigd. Oftewel, bijvoorbeeld als iemand voor 10 jaar een huurcontract heeft gesloten, dan moet dat volgens de wet worden geëerbiedigd. Dus ze worden niet eruit gezet voordat de huurperiode voorbij is. Er wordt simpelweg opgezegd en tegen ze geprocedeerd. En uiteindelijk zal de rechter toetsen of dat dan toegestaan is. Wij willen hier natuurlijk niet weg. Er zit hier heel veel investering van ons in. Sterker nog, op het moment dat nu de huur opgezegd wordt per 2024, denk ik in 2018, oké, dan ga ik ieder jaar minder investeren. Een horecazaak waar je niet in investeert, loopt heel snel eruit. Je zal altijd nieuwe meubilair moeten kopen. Je zal altijd je bar moeten renoveren en dat soort dingetjes. Dus je moet een goed onderhoud plegen. Als je al 6 jaar van tevoren krijgt te horen dat de huur niet verlengd gaat worden, dan kun je ook niet dat ik dat wil. Helemaal niet zelfs, voordat er misverstanden ontstaan. Maar kun je ook je zaak niet meer verkopen, want je verkoopt een huurovereenkomst. Dat een huurder eigenlijk er lang zit, op zich is dat met name relevant voor de belangenoverweging. Op het moment dat iemand daar heel erg lang zit, dan zal het eerder tot een beëindiging van het huurcontract kunnen komen. En dat iemand er al heel lang zit, dat geeft soms reden om te zeggen, ja, je zit er eigenlijk te lang. Je concept is niet meer wat eigenlijk voor deze buurt van belang is. Dus eigenlijk zult u moeten vertrekken, omdat het niet meer toevoegend is voor de buurt. En wie bepaalt dat het toevoegend is voor de buurt? Dat mag een verhuurder bepalen, want die mag namelijk beleid voeren. Ik heb zeker hoop. Ook omdat ik wel denk dat wij een van toegevoegde waarde zijn voor de buurt. Dus, wij zullen doorgaan tot het einde. Maar ik ben bang, hij ook, of zij ook, hè, de Markan Vastgoed BV. Ja, dat betekent dus dat we allebei wat centjes kwijt zijn. En uiteindelijk zal er iets uitkomen. En tuurlijk gaan de huurprijzen omhoog. Alles wordt duurder. Maar nogmaals, bij deze bijna een oproep, laten we met elkaar om tafel zitten zonder dat er allemaal dure advocaatkosten bij komen. En dan denk ik dat iedereen met een beetje gezond verstand er hier wel uit gaat komen.